Dan gaan jullie deze week ook nog wat andere wedstrijden spelen. Niet jullie, maar jij. Eerst met de Suriprofs en daarna ga je je debuut maken voor het Surinaamse elftal. In een officieuze wedstrijd weliswaar, maar toch. Ja, inderdaad. Ik heb het eigenlijk vanaf het begin heb ik het meegemaakt dat ze ermee bezig waren om alles te regelen. En ze zijn nog steeds bezig trouwens om de wet door te pushen met dubbele paspoorten. Ja, want je hebt nog geen Surinaams paspoort nu. Nee. Maar hopelijk kunnen ze die wet doordrukken en kunnen we uiteindelijk echt officiële wedstrijden gaan spelen voor Suriname. Maar dit is al een goed begin en ik denk een mooi affiche om iedereen te laten zien dat de Nederlandse Surinaamse jongens, dat hun ook hun steentje kunnen bijdragen aan het voetbal in Suriname. Dat zou mooi zijn, Suriname op een WK en dan Henk Vrezer als bondscoach? Ja, zou mooi zijn. Maar volgens mij heb je nog een aantal hele goede andere Surinaamse trainers en spelers, oud-spelers. Dus het hoeft niet per se vrees te zijn, maar het zou echt prachtig zijn als we dat kunnen bewerkstelligen. Het is mogelijk. Ik denk, we hebben zat hele goede Surinaamse spelers die er nu kunnen staan. En dat met een combinatie daarvan denk ik dat we heel ver kunnen komen. En dan is een WK is zeker mogelijk. Ik bedoel, als Trinidad en Tobago het kan, dan kan Suriname het zeker.